PSV maakte donderdag een verrassende aanwinst bekend. Ja, Florian Josefsson. Had niemand rekening mee gehouden. Maar goed, we kregen vanochtend vanuit Waalwijk wat berichten die kant uitwezen. En nou ja, dat bleek te kloppen. Florian Josefsson staat maandag op het trainingsveld bij PSV. Een aanwinst, een koopje voor 4 ton zou je zeggen? Ja, ik denk vooral een speler voor de breedte. Het is een jongen die nog niet kan bogen op heel veel seizoenen ervaring. Maar wel in ieder geval vorig jaar bij RKC een behoorlijk seizoen heeft afgewerkt. En zijn voordeel is dat hij en links en rechts voorin goed uit de voeten kan. Dus ja, daarmee, het is eigenlijk een jongen die multifunctioneel is. En hij loopt ook niet direct, in mijn ogen, een jongen als Depay voor de voeten. Die moet gaan spelen. Want Depay moet gewoon ook volgend jaar 30, 40 wedstrijden in totaal gaan spelen natuurlijk.